Dit hier is een hele lege plek, maar daar gaat straks iets heel moois komen. Ja, dat is zeker de bedoeling. SOS Dolfijn houdt zich bezig met het redden van dolfijn- en walvisachtigen uit de Noordzee. Tot voor kort zaten ze bij het dolfinarium in Harderwijk. En ze hebben er uiteindelijk voor gekozen om hier naartoe te verhuizen. Het sluit heel erg aan bij wat wij voor doelstellingen hebben. Het opvangen van dieren, het terugbrengen van dieren naar het wild. Ja, dus alles wat aanspoelt, dat komt hier, zeg maar. Dat komt hier naartoe, ja. Kun je een beetje ons een voorstelling geven hoe het eruit komt te zien? Het zijn twee kleinere bassins. Wat ik begrijp, hebben een heel aantal bruinvissen in zeker de eerste week intensieve zorg nodig. En dat moet je dus zien dat er iemand 24 uur per dag bij ze is. In het water. Zo intensief is die zorg. Dus het kan geen bassin van 100 bij 100 zijn, want dan hou je ze niet bij je natuurlijk. Het is helemaal afgesloten voor het publiek. Wel wat ramen, zodat je ziet waar ze zitten. Maar dan moet er vervolgens nog een keuken bij. Er moet een laboratoriumpje bij zitten bij. Ze hebben allemaal wetsuits waar ze in werken. Die moeten weer drogen. Dus er komt een droogruimte voor die wetsuits. Nou, het is een heel complex van ruimtes. Dus ze krijgen hier de beste zorg door de beste mensen onder de beste omstandigheden? Nou, het is een super team. En wat we gaan bouwen ziet er echt geweldig uit. Ik denk als ik bruinvis was en aan zou spoelen, dan zou ik hier terecht willen komen. Ja.